Hi, mijn naam is Thijs Schouten en in deze video laat ik je de vlogfunctionaliteiten zien van de Fujifilm X620. Het is een nieuwe systeemcamera die ik heb mogen testen. Ik wil je heel graag laten zien wat de videokwaliteit is van deze systeemcamera. Nou, ik heb hem nu op 6.2K gezet, dus dat is de hoogste resolutie die deze camera aan kan, wat echt super is natuurlijk. Er zit een 18 tot 55 mm 2.8 tot f4 lens op. Het gewicht is ongeveer 500 gram, iets meer met de lens erbij, waardoor ik hem prima vanuit de hand kan bedienen. En ik heb ook de Fujifilm tripod gebruikt, waarmee ik heel makkelijk de video kan starten en kan stoppen. Uiteraard heb je bij Fujifilm de mogelijkheid om allemaal filmsimulaties toe te gaan voegen. Nou, die heb ik ook aangezet. Dit is een cinema, speciale cinema versie die ik heb aangezet. De Eterna. Ik ben heel benieuwd wat de kwaliteit is. En vooral ook als je van binnen naar buiten gaat. Ik zit nu in mijn studeerkamer. Dus ik loop zo eventjes naar buiten toe. Dan kan je ook heel goed zien wat de kwaliteit is als die gaat schakelen. Nou, verder heb ik de camera zo ingesteld dat die blijft scherpstellen op mijn gezicht. Dat is ideaal, want op deze manier hoef ik zelf helemaal niks te doen met focus natuurlijk. De camera zou automatisch mijn gezicht herkennen. En als ik dus ook heen en weer beweeg, zoals je nu ziet wat ik doe, want ik loop langzaam naar buiten toe, dan zal de camera gewoon daarop blijven scherpstellen. En ook nu ik naar buiten loop, past die automatisch natuurlijk de kleuren en de effecten aan. En ik moet zeggen dat hij dat gewoon heel goed doet. De achtergrond maakt hij net weer wat onscherper. Uiteraard heb ik de lens al op 2.8 staan, dus hij is al onscherp van de achtergrond. Maar de camera zal daar ook nog extra nog wat meer onscherpte aan toevoegen. Dat doet hij softwarematig. En ik maak trouwens gebruik van de interne microfoon. Ik merkte wel dat die kwaliteit niet super is. Dus als je echt gaat vloggen, dan gooi je er natuurlijk even een losse microfoon op of een dasbelt. Maar dat heb ik nu voor bewust even niet gedaan, zodat je ook kan horen wat het geluid is. Die tripod waarmee ik de camera in mijn hand hou is ook echt ideaal. Kan ik je ook zeker aanraden. Daarmee kan je hem dus ook gewoon op je bureau zetten en de camera als webcam gebruiken. Nou, ideaal voor Teams meetings of juist als je veel achter je computer zit en je bent daarmee filmpjes aan het uitleggen of aan het vloggen. Dan kan je de camera heel mooi recht neerzetten en makkelijk bedienen. Nou, hopelijk heeft deze video jou een goed beeld gegeven van de videokwaliteit van deze camera. Mocht je nou meer willen weten en meer willen zien, ook voorbeeldfoto's willen zien die ik met de camera heb gemaakt, neem dan even een kijkje op mijn website. Dankjewel.